Nou, ik ben Lisbeth Kamp, ik ben keramist en laat jullie iets van mijn werk zien. Nou, hier staat een van mijn objecten. En hier zie je meerdere van mijn objecten staan, gemaakt met behulp van bolle vormen uit een mal. Naast komachtige vormen maak ik ook kandelaars, wat je hier ziet. En aan deze kant zie je een aantal vaasvormen, eigenlijk allemaal gemaakt vanuit hetzelfde principe. Opbouwen, stapelen met losse vormen, dingen gaan versnijden, gaan vervormen. Wat ik zelf heel erg leuk vind om te doen. Als een vorm klaar is, vind ik het erg leuk om te gaan decoreren. Want naast vorm en het spelen met vorm vind ik het spelen met kleur en met decoraties een heel essentieel onderdeel van mijn werk. Ik laat jullie zo meteen zien hoe ik te werk ga. Hoe ik met behulp van mallen vormen maak. En wat mijn inspiratie voor decoraties zijn. En hoe ik te werk ga. Ik laat zien hoe ik mijn vormen in een gipsmal maak. Ik druk daar klei in en de klei die ik gebruik is van Creaton Finisher Matte 264. De gipsmallen maak ik over het algemeen altijd zelf. Ik werk met objecten die bestaan uit bolle vormen. Dus die maak ik met behulp van halve bollen. In verschillende formaten. Ik maak eerst gewoon een aantal halve vormen. Later maak ik daar bollen van. En dan ga ik spelen tot een compositie. Een stuk klei. En een stuk klei maak ik tot een wandje van ongeveer, nou wat zal het zijn? 4 mm. En dat druk ik erin. Maak het vast een beetje glad. De randen strijk ik een beetje glad. Weer een stukje klei. En ik haal zo alle oneffenheden een beetje eruit, zodat er een plakje ontstaat. Die plak ik dakpansgewijs er een beetje overheen. Maak de randen weer mooi glad. Ik smeer het goed aan elkaar. Met mijn vingers maak ik het al behoorlijk glad en gelijkmatig. Nou, om de rand af te snijden, wat een gereedschapje is, wat ik eigenlijk heel veel gebruik, zijn pasjes. Ik maak het pasje een beetje nat en ik snij de rand af. Nou, als de vorm nog helemaal niet netjes aan de binnenkant, daarvoor gebruik ik houten lomertjes. En ik zoek altijd een lomertje die een beetje dezelfde ronding heeft als de kleivorm. Een andere vorm. En dan maak ik de binnenkant al een beetje glad ook. Ik gebruik altijd een beetje water. Want dat glijdt veel makkelijker over het oppervlak van de klei. De kleivorm die ik net heb gemaakt laat ik ongeveer een dag staan. Bij mij in mijn atelier in ieder geval. Dus ik maak het de ene dag. En de volgende dag is klei leerhard geworden, zoals deze. Het is gewoon heel stevig, het vervormt niet meer. Leerhard vind ik een perfect stadium in klei, want je kunt het heel mooi afwerken. Dat laat ik nu zien, want ik heb net in willekeurige stukken de klei in een mal gedrukt. Dat zie je aan de buitenkant. Hier is een beetje water en ik ga er overheen om de oppervlakte glad te krijgen. Het is nu mooi glad. Nu plaats ik de vorm weer terug in de mal. Om ook de binnenkant weer een beetje af te werken. Dan ga ik weer even op zoek naar een houten lomertje die ongeveer dezelfde ronding heeft. Even kijken welke dat is. Deze wel, denk ik. En ik schraap zo nog een klein beetje van de binnenkant af. Zodat alle oneffenheden eigenlijk weg zijn. Als laatste pak ik nog een keer weer het bankpasje, het vispasje. En met de binnenkant strak. Ik heb hier twee vormen die leerhard zijn. En ik laat nu zien hoe ik ze samen tot een bol maak. Nou, de rand is natuurlijk, het is klei, niet perfect. Dus ik doe een beetje water op mijn tafel. En ik schuur de rand gelijkmatig. Nou, deze lomertjes met zo'n kartonrandje gebruik ik altijd om het oppervlakte op te ruwen. Ik heb de slip nooit te dun. Altijd wel wat smeuig.
Te dun gaat net zo goed, alleen het gliedert wat meer, vind ik. En dit vult wat meer oneffenheden op, want het is, nou, wat ik net ook al zei, het is toch klei. Het is nooit 100% passend. Ook. En ik zet de twee bollen tegen elkaar aan, halve bollen. En je duwt het zo aan, zodat de slip ertussenuit komt. En dan pak ik of het pasje weer, of een spatel, dan haal ik even het meeste van de slip weg. En dan pak ik een spatel met een puntje. Beetje water. Dus ik werk best veel met water, maar altijd in een kleine hoeveelheid. En ik kneed de naad even door met de spatel, zodat ik echt goed weet dat die vast zit. En nu heb ik de kruisjes erop, dus die ga ik nu even glad smeren. Om nu een beetje lucht te voorkomen, dus doe ik er eerst even een beetje water op, maak een beetje slip. En dan pak ik een spatel die een beetje wat holle vorm heeft. Kijk, dan heb ik die hier. En dan maak ik het oppervlakte glad. En dan pak ik weer mijn pankpasje, lomertje. En werk de vorm af, zodat die helemaal mooi glad is. Ja, en dan is het zoeken naar een interessante compositie. Nu heb ik drie bollen en ik begin altijd gewoon maar met snijden. Want ik kan van tevoren niet bedenken hoe het eruit komt te zien. Nou, ik begin altijd met een gat, want er komt toch altijd een gat aan de bovenkant. Ik maak teken met potlood, of in dit geval met een scherp voorwerp. Ongeveer een cirkel op en met een afbreekmesje met zo'n scherpe punt snij ik even de bovenkant eruit. En de bovenkant doe ik niet te groot, want later ga ik met een rasp een interessantere bovenkant maken van een object. En ik zet hem er eerst even zo tegenaan, want dan kan ik kijken van hoe staat dat. En dan heb ik eigenlijk even een, oh, ik kan het hier ook wel even mee doen. Ik misschien is zo even een cirkel. Oké, dit kan zo wel. Dit is gewoon eerst een globale vorm en later ga ik kijken of ik zo'n bovenste rand nog wat interessanter kan krijgen. Maar dit past hier ook al aardig goed, zie ik. Niet helemaal perfect, maar dat komt zo meteen nog wel. Ik snij soms de bovenkant er ook alvast uit, want dan kan ik wat makkelijker de binnenkant glad krijgen. Even kijken hoe ze aan elkaar vastpassen. De binnenkant kan ik later ook nog perfecter afwerken. Dus ik kijk even van, kijk, dan zie ik dat hier iets meer van af moet. Dan heb je de raspen die voor hout worden gebruikt, die soms heel handig zijn. Ik teken een lijn dat ik denk van, hier wil ik dat die komt. Ik maak even wat tekentjes. Dan weet ik straks niet meer hoe die ongeveer, hoe ik hem ongeveer wilde. En nu passen, meten, bijsnijden. Dit is eerst de grove vorm. En ik probeer het eigenlijk erin te schuiven, omdat je dan, zoals hier, een sterkere verbinding hebt. Nou, ik ga deze erin zetten. Laat het opruwen. Flinke laag slip. Goed aanduwen zodat de slip ertussenuit komt. Nou, het overtollige slip weghalen met je vingers. Ik heb nu drie onderdelen aan elkaar. En wat voor mij nu belangrijk is, is dat ik de bovenkant eruit ga snijden, zodat er een interessante vorm ontstaat. Niet alleen van bovenaf, maar ik kijk ook van de zijkant dat het een spannende vorm wordt. Maar
daarvoor moet de klei eerst wat steviger zijn. Ik heb de onderdelen nu net gemonteerd en is het nog te zacht. Als mijn object helemaal afgewerkt is, dan laat ik het drogen en meestal een week of twee. En langzaam is met plastic erover en gaten erin en dan na een week haal ik het plastic eraf. En dan stook ik het biscuit op 960 graden. Dan ga ik bedenken, hoe wil ik het decoreren? Want naast de vorm is decoratie voor mij heel erg belangrijk. Nou, wat is mijn inspiratiebron? Onder andere tropische vissen, zoals deze. En hier zie je een voorbeeld van hoe ik deze vertaald heb naar een van mijn objecten. Nou, hoe ga ik te werk? Ik maak een aantal schetsen van de binnenkant. Ik maak een aantal schetsen van bijvoorbeeld een buitenkant zoals dit. En ik kan het ook over elkaar heen leggen en gaan switchen en kijken van wat vind ik nou een goede decoratie. En hoe ik dat bepaal is gewoon puur gevoelsmatig. Dit object heb ik bedacht wat deze decoratie. Ik heb de binnenkant van dit object al beschilderd met anchoven en ik doe het 6-7 laagjes om een bepaalde kleurintensiteit te geven, maar ook om ervoor te zorgen dat het een heel mooi glad oppervlakte krijgt. Dus dan hoef je anchoven niet te dik te zijn, dus dat ziet er gewoon heel strak uit. En dan ga ik hem met een potlood, ik kan het hier wel even een beetje op de kop tekenen, nee, hier zitten allemaal stippen in, teken ik de decoratie erin. En ik ben niet zo bang dat de decoratie niet goed komt met potlood, want potlood verbrandt in de oven. Dat zie ik straks niet terug. Dus dan kijk ik gewoon, wat is een mooie compositie qua stippen. En soms denk ik, oh ja, deze stip staat te hoog, dan wrijf ik het weer weg en dan komt hij op een andere plek. Ik heb hier al een klein vormpje waarin ik een aantal stippen heb gedecoreerd. Ik wil er een beetje lijmstof door mijn anchoven, zodat het wat smeuiger is, wat mooi plakt. Dit vind ik super goede kwastjes van die lijnentrekkers. En dan kun je heel mooi details mee schilderen. Nou, ik doe het een beetje op de kop. Normaal zit ik erbij. En dan met een grote kwastje vul ik het oppervlakte op. En de zwarte heb ik een beetje verdund. Vooral voor de eerste laag. Dat je dan, anders absorbeert het gewoon heel erg. Zo vul ik hem helemaal op. Tot alle stippen één laagje hebben gehad. En dan zet ik een streepje op alle stippen. Want er gaat nog een tweede laagje over. En een derde laagje. En uiteindelijk 6 laagjes van dezelfde kleur. En dat doe ik zodat het zwart of wat voor kleur dan ook heel intens wordt. Maar ook, en dat kun je hier heel goed zien, ik hou ervan dat mijn decoraties een bepaalde relief krijgen. Hier heb ik maar één laagje van het patroon geschilderd. En hier meerdere laagjes. Nou, hier zie je dus de streepjes. Dus hier zitten 5 laagjes. Dus je ziet relief. En het relief geeft in mijn geval wat extra's aan de decoratie. De decoratie met de stippen gebruik ik eigenlijk, ja, het is een soort ringeloor, maar dan een beetje modernere versie. Er zit een naald op met een gat van 14. Hier zit wat dikkere anchoven in om te voorkomen dat de stippen uit gaan lopen. Dus ik probeer het altijd even uit op een stukje papier, oude krant. En op die manier maak ik de stippen. Dit is een object die net uit de oven komt. Ik stook mijn werk op 1200 graden, waardoor je echt heel mooi de kleuren ziet. Het krijgt een heel mooie oppervlakte, vind ik zelf. Het wordt wat steenachtig. En dit is het eindresultaat.